Ten eerste dankjewel voor de 40.000 abonnees. Wij gaan nu even de winnares uitzoeken van de winactie. Zijn er wel echt al mensen om 10 uur? Oh my god, jongens. 3, 2, 1. Oh, leuk! Oh my god. Ik heb dus een bank gekocht. Past niet door de deur. We hebben nog meer mankracht nodig hier. We staan met mondkapjes en handschoentjes te werken. En we staan 1,5 meter uit elkaar. Mike Frederico in een Mike Frederico hoodie. Papa ontworpen. Ja. Welcome home. Weer een nieuwe vlog. Ten eerste dankjewel voor de 40.000 abonnees. Dank jullie wel voor alle support en alle liefde die we hebben gekregen. En aan het einde van deze vlog gaan we de winnaar of de winnares bekendmaken. Dus blijf onze vlog kijken. Wat we even willen zeggen voordat de vlog begint. We hebben verschillende materialen van de afgelopen week in deze vlog geëdit. Dus dat was nog voor de coronacrisis. Dus niet dat jullie denken dat we het niet serieus nemen. En dat wij dus heel veel van dit beeldmateriaal al voor corona hadden gevlogd. Alleen vorige week was er geen weekvlog omdat we niet zo goed wisten wat we moesten vloggen in deze situatie. En ook moest het ook even Reiners helemaal op de rails zetten. Betreft alle maatregelen die er werden genomen. Dus we hadden heel even onze andere focus ergens anders. En heel even stress. Dus bij deze een vlog van heel veel mixed dingen. Ja. Dat gaan jullie zien. Ik heb een nieuwe bank gekocht samen met mij. Die niet door mijn deur past. We gaan dus naar het event van onze zus Reiners Food Fashion. Voor het 2-jarig bestaan. Ik heb heel veel items van Mike Federico besteld. En dat ga ik ook in deze vlog toelichten. En we nemen ook een kijkje mee in het Reiners kantoor. Dus ben jij benieuwd? Blijf kijken en blijf subscriben. Want ondanks dat we 40.000 abonnees hebben behaald. Blijven door. Gaan met winacties en willen we nog steeds groeien op ons YouTube kanaal. Zo, En als jullie denken, waarvoor houden jullie jassen aan? Is gewoon beelden. Is gewoon leuk. Ik heb Reiners jas aan, Sjoel, mama haar eigen gemaakte jas. Met 2 verschillende kleuren. Ja, ik kan deze gewoon niet meer uit. Ik zal hem zo laten zien. Dus wij vonden het gewoon leuk om even aan te houden. We zijn nu net aangekomen bij mijn zus. En er staan gewoon al mensen voor de deur te wachten. Oh my god, are we ready for today? Oh my god, en Mike die is ook voor het eerst mee. En die dacht van het zou niet druk zijn. Zijn er wel echt al mensen om 10 uur? Nee. Half 10. Oh, half 10 al. Wat de fuck gaat deze? Oké, nou we zijn zo terug. Dag mijn liefde. Waar kan ik hem neerzetten? Oh my god, het is al heel erg druk. Kijk, al die meisjes staan. Hallo, 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 hallo. Taart gemaakt, want Daan was gisteren jarig. Oh shit. Het heeft gelekt. Ik moest van Romee een bijkershort aan voor Reiners. En ik heb wel mazzel dat het iets mooier weer is, want ik heb blote benen. Jawel, jawel. Mijn haar zit niet leuk. Oké, de winkel is ready. Ik film de volle rekjes even. Are you ready, sister? De meiden. Meiden, meiden, meiden. Mama. Hallo, sister. Met velvet met vanille-ijs. Van Leek. Door de meiden. Lekker! We gaan allemaal lekker ijsjes. Gelukkig schijnt het zonnetje, maar de rij is nog wel enorm lang. Papa? Wegwezen met de camera. Wegwezen. Was lekker het helpen. Ja, was het lekker warm. Helemaal in Reiners. Jij bent ook. Nou, wat leuk, girl. TikTok hoor, TikTok. Ja, weet je? Nee. Volg allemaal Reiners, want ze zijn superleuk. Ah, dankjewel. Hallo. Dankjewel voor het komen. Doei. Hoe was het event van Romee? Het voelt echt eeuwig geleden. Nou, het was natuurlijk 8 maart, dus het is ook best wel heel lang geleden. Maar ja. Het was super leuk, het was super druk, goed georganiseerd. Romee had alle meiden taak gegeven dit keer. En ja. Er zat meer een soort van logica in wie wat ging doen. Wij stonden de hele dag buiten met Jade. Ja. Dat was ook super gezellig. Voor de foto's met de meetjes. En we hadden eigenlijk heel veel meet-and-greets gepland staan deze periode. Ja. Maar ja, vanwege het virus is het allemaal niet doorgegaan. Dus Romee was eigenlijk de enige die we nog wel konden doen. Met Fresh Store. Oh ja, met Fresh Store hebben we ook nog gedaan. En die twee waren de enige nog. Ja. Eigenlijk
want we zouden het volop daarna beginnen. Alleen dat hebben we helaas moeten cancelen. Dus we hopen dat het verplaatst kan worden naar juni of juli. Maar ja, we winnen niet met de toekomst gaan trainen. En wat ook jammer is, onze modeshow gaat niet door. Onze sample gaat niet door. Onze verjaardag gaat niet door. Dus eigenlijk alle grote events waar we altijd zo naar uitkijken gaan niet door. Maar we snappen het. En natuurlijk is het belangrijk voor iedereen gezond te blijven. Ja. Dus dat is wel een minder regel nu. Maar ja, we hebben het wel goed opgelost. Sample gaat nu online. Dus als jullie deze vlog kijken, is volgende week gaat het allemaal online. Dus per stijl gaan we groepjes doen. We hadden heel veel gevraagd, hoezo niet alles tegelijkertijd. Nou, we hadden heel veel feedback gekregen van de meisjes om het alsjeblieft per plukjes doen. En misschien ons geld kunnen besparen. En gewoon beneden kan het ook intern niet aan. Ja. Als we alles tegelijk in de CEO gooien. Zeker nu door het coronavirus is het drukker online. Dus dan heeft PostNL nu al mee gaan drukken. Dus als we ook nog de sample erbij gaan gooien, wordt het wel heel druk. Ja. Dus dit is quiz van de volgende week te zien. Ik heb dus een bank gekocht. Pas niet door de deur. Nu gaan ze het via mijn raam proberen. Oh my god. Ik ben nu met hondjes. En ze gaan nu de megabank, want het is te groot. Door mijn deurpost gaan ze nu naar boven proberen te tillen. Help me out, want ik heb het dus nodig. Voordat ik geopereerd word, maandag, wil ik een nieuwe bank. Oh my god. Zwaai even allemaal. Wat, wat? Anders haalt er nooit mee. Hij moet hier doorheen. Oh my god. Ik koop een bank en iedereen moet weer inschakelen. Die past wel, kijk nou. Oh my god. We hebben nog meer mankracht nodig hier. Ja, ja hoor. 1 seconde. We pakken een bezem. Oké dan. Dat dit echt werkt, ik vind het echt ongelooflijk. Roy, you're the hero of today. Dit is onze bank. Uiteindelijk als die boven staat. Dit kleine trappetje is weer stinky natuurlijk. Maar matcht het goed. Super goed als op white kleed. Heel mooi velvet dark grey. Hoe heerlijk. Uiteindelijk zat mijn bank die staat. Het was super grappig, want ik had de bank opgemeten die er al stond. Maar ik heb de lengte opgemeten en niet de breedte. Dus ik heb niet gedacht dat het zeg maar niet zou kunnen passen door de breedte. Maar dat kon natuurlijk gewoon niet door mijn deur heen. Dus nee. Toen kwam Roy met het daverende idee om het door het raam heen te laten tillen. En daar ben ik super blij mee. Oh, nee. Om het door het raam heen te tillen. Dus dat was echt de beste oplossing ooit. Want ik zou eigenlijk worden geopereerd. Ja, daar was ook nog een vraag over. We zouden natuurlijk eigenlijk deze week nog helemaal in toen de jury zijn. Maar ja, die is gecanceld. En om nu helemaal over die operatie te praten is misschien ook onnodig. Aangezien ik niet weet wanneer het wordt gedaan. Of het überhaupt nog ooit doorgaat. Dus dat houden jullie te goed. Dus houden jullie te goed. Dus ik heb momenteel niks aan mezelf gedaan. Nee, nog. En Marie ook niet. Nog niet. Zo, goedemorgen allemaal. Sjoe en ik hadden erbij vermeld dat we vorige week geen vlog hadden geüpload vanwege het coronavirus. Dus vandaar dat we nu eigenlijk wel even thuis voor jullie willen filmen. En we hadden heel veel tips en tricks gekregen. Onder andere ook een make-up tutorial voor jullie doen. En we hadden ook gewoon de vraag om onze dagelijkse dingen te filmen. Dus dat ga ik nu doen. We hadden gisteren allemaal leuke setjes gemaakt voor de online webshop. Gaat gelukkig heel goed. En die gaan wij morgen inpakken. Dus dat zal ik jullie weer meenemen. En vandaag heb ik net boodschapjes gedaan. Voor de laatste keer. Want ik vind het toch een beetje eng om naar buiten te gaan. Ik zie dat heel veel jonge kinderen dat ook echt totaal niet serieus nemen. Maar ja, ik ga dus vandaag een cake maken. Je moet toch wat? Een fijne cake. En mijn hele koelkast is volgeladen met boodschappen. Ik heb echt nog nooit zo'n volle koelkast in mijn leven gehad. En ik heb ook allemaal daar nog drinken. En ik heb hier mijn hele voorraad. Met Unox-worsten en broodjes en kruiden en uien. Dus ik ga een lekker taartje maken. En ik heb ook een vers pakket bij de Albert Heijn gekocht. Italiaanse lasagne vers. En rodelin soep. Dat ga ik ook nog maken. En dit zijn mijn bloemen van Valentijn. Die heb ik bewaard en laten drogen. Ik vind het echt heel cool. Ik vond het zonde om weg te gooien en wel een leuke herinnering. Dus. En het huisje straks even opruimen en dan zijn we ready, hè Frank? Ik probeer een goed plekje in de keuken te vinden waar je me kan zien koken. Wat? Hij gaat hoog staan. Ga je doen. Filmen hoe we een cake maken. Wil jij? Ik. Oké, ik heb alleen nodig boter, eitjes. En volgens mij was dat het. Even kijken. Oh, een beetje melk. Nou, hoe makkelijk is dit? Oh my god. Oké, ik moet dit nu gaan mixen. De boter. Frank, je krijgt niks hoor. Nee. Nou, dat is red eye. En nu stap 2, 3. Voeg de cake mix, melk en de 4 eieren in 1 keer toe. Oké, dat ga ik doen. Het gaat de goede kant op. Het is echt het makkelijkste wat ik ooit heb gemaakt. Eigenlijk hoef je helemaal niks te doen. Zover, zo goed. Nou, we zijn klaar, Frank. Doe het in de vorm en dan moeten we een uur wachten. Ja. Nou, de cake is ready, jongens. Nu een uurtje in de oven en dan ben ik ook klaar. Ik denk in totaal 5 minuutjes gekost. Oh, ik ga dit helemaal aflikken nu. Heerlijk. Wie doet het nog meer? Beetjes
coronavirus hebben we heel veel van onze werknemers die thuis werken, die kunnen thuis die werken. Gewoon thuis. Wij proberen ook zoveel mogelijk thuis te werken, maar we hebben toch ook wel heel veel te doen op kantoor. En gezien we ook met ons nieuwe collectie bezig zijn wat binnenkomt en we moeten commenten. Ja, en nieuwe ontwikkelingen komen nu ook allemaal binnen. En qua de show moet weer voorbereid worden op het inkoopseizoen. Dus we zijn wel veel minder op kantoor bezig. En de mensen die thuis kunnen werken, werken nu thuis. Maar qua magazijn hebben we ook maatregelen genomen tot mondkapjes, hygiëne. Ja, we hebben echt alles aan gedacht. Anderhalve meter afstand natuurlijk gepast. Zodat wel gewoon de pakketjes door kunnen blijven gaan. En jullie supporten onze Reiners mega goed. Dus dankjewel hiervoor. Ik denk toch dat het voor heel veel bedrijven een hele moeilijke tijd is. Dus laten we elkaar gewoon steunen en supporten. Alle meiden die we nu Reiners hebben opgestuurd zijn ook extra hun best aan het doen om dit te promoten. Dus we zijn er heel blij mee. Ondanks dat heel veel mensen denken dat wij het ook niet nodig hebben. Wij zijn ook gewoon nog een normaal bedrijf. Wij hebben natuurlijk ook gewoon jullie steun nodig. Heel veel had ik de vraag van waarvoor zijn jullie zo vrolijk? Doe je al die swipe ups? Maar wij hebben natuurlijk ook gewoon onze inkomsten nodig. Vandaar dat wij wel gewoon nog steeds heel erg veel op social media zitten. Hoe gaat het met onze familie betreft het virus? Die zijn gelukkig ook allemaal nog gezond. Nu neem ik ook allemaal serieus en eigenlijk ook allemaal thuis. Ik eet ook al heel lang hier bij mama en papa. Ik word elke opgehaald al gebracht. We zijn nu de eerste keer in de 2 weken denk ik nu even langs. Om ja toch even langs te gaan. En het is nu lekker weer. Dus ik kan best wel ver uit elkaar zitten. En dan zijn we maar met z'n viertjes thuis. Dus dat scheelt dan ook wel. Maar voor de rest gelukkig allemaal goed. Maar we houden nog steeds wel goed aan de maatregelen. En we zijn ook zoveel mogelijk binnen eigenlijk. Ja. Marie en ik zitten wel naast elkaar. Aangezien wij elke dag al elke met elkaar waren zijn. Dus wij zijn eigenlijk de enige met 2 die elkaar wel continu blijven zien. Ook omdat het gewoon nodig is qua bedrijf zijnde ook. Dat we en moeten zijn. Tuurlijk. We zitten wel kantoor uit elkaar. En we hebben wel handen wassen, mondkapjes en alles op. Alleen ja, wij kunnen gewoon niet bij elkaar zijn eigenlijk. Ja. Dus maar we blijven sowieso in de weekenden zijn we sowieso niet bij elkaar. En het is wel nu veel minder. Even kijken. Wij hebben heel veel bestellingen binnen gehad. Gekregen. Nu zijn we alles toon op toon aan het inpakken. Dus als je iets roze bestelt, krijg je een roze tissue paper met een roze lintje. En in een heel leuk ordermapje. En dat hebben we in elke kleur. En Mar is nu ook bezig. En we staan 1,5 meter uit elkaar te inpakken. En hoe beeldig wordt het ingepakt? Is te schattig. Hier is de volgende bestelling. Staat al klaar. En die ga ik nu inpakken. Super. We staan met mondkapjes en handschoentjes te werken. Luchtje nog erop. En dan helemaal ready. Hi Marie. Alle onze medewerkers zijn ingeschreven. Ben je lekker bezig, mijn geswester? Ja. Wij zijn alle mailtjes aan het beantwoorden. Alle DM berichten. Alles is bij. De webshop zijn er helemaal. Oh, ik zat intussen in hold. Hoe leuk, voor jullie webshop. Thank you for shopping at Reiners. We gaan dit nu elk seizoen doen. Alle medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alsjeblieft. En ik krijg dit. Straks is alles toon op toon. Boy maar. Zeg ze dat bij Oranjes in de wacht staat. Ik ben al 15, 18 minuten in de wacht. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alsjeblieft. Kijk, 17 minuten sta ik in de wacht. What? Ik kreeg heel veel vragen waar mijn outfit van laatst van was. Ik heb een Yeezy shirtje aan met een latex legging van mijn zus in Lego. Ik draag de maat M. En van de schoenen met de zwart en rood. En dan komt het, om mijn outfitje helemaal af te maken. Oeh. Zo zit ik vandaag bij Etienne Vus. Een ogenblik geduld, hoor. Alle onze medewerkers zijn in. Een ogenblik geduld. Oh, ik doe mijn laptop dicht. Oh my god. Hier komt het. Marion's nummer. Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet. Ik wil pennen neer. Ik zit achter in de klas. Ben aan het wachten op de bel. Dan ga ik rennen naar huis. Stinkie ligt lekker hier. Onder die ideeën, die moeten eruit. Bij mij hadden we op de bureautje. Lekker jongen. Je wilt toch rapper worden? Rappers voor me. Van de superleuke pakketjes die we nu op de webshop doen. Ja, het was eigenlijk, was het natuurlijk de bedoeling dat het begin januari binnen zou komen. Door het coronavirus in China had het vertraging. Ja. Dus wij hebben het vorige week binnengekregen. En toen dacht ik, nou hoe leuk is het? Want wij vinden 100 euro ook al veel geld hoor. Maar we denken, bij 150 euro moet je echt wel. Je moet ergens een lijn trekken, ook voor het personeel, om dat in te pakken. Dus dit is voor ons intern gewoon nog te doen. En stel we krijgen meer personeel, kunnen we misschien al vanaf de 100 euro gaan doen. Ja. We willen sowieso wel als optie geven bij de webshop dat je het nog kan laten afpinken als je het echt ingepakt wil. Weer
worden door een verjaardag of een cadeautje. Maar het is ook onder 150 euro, dat is nog niet best voor gedaan. Je krijgt alsnog een mooi mapje, een proefmonstertje en een kaartje. Het enige verschil is het echt het inpakken. Maar voor de rest doen we ook echt ons best onder de 150 euro. Maar er wordt super leuk op gereageerd. Onze bedoeling is alles toon op toon te doen. Dus een roze tissue paper, een roze verzendzakje, roze kaartje, roze steentje, roze lint. Dat het helemaal één geheel wordt. Dus al met al wordt goed gereageerd op de pakketjes die wij voor jullie inpakken. En wij helpen er zelf ook al mee. Maar voornamelijk doet het team het nu, omdat wij natuurlijk ook wat drukker zijn. Maar de eerste dag heb ik alles ingepakt in mijn eentje. Ja. Dus er zijn ook best wel heel veel pakketjes die door mij zijn ingepakt. Dus we blijven jullie supporten. En heel lief dat jullie ook ons blijven supporten. Oké. Kan je jouw muziek doen? Wij hebben Mike Federico Global binnen. Ik krijg het binnen in een oranje doos van Mike Federico. Ik heb een pakketje ontvangen. Ik heb nu alleen nog de mugs ontvangen. Hoor ik jullie denken, wat zijn mugs? Koffiemugs. Hoe enig is deze Chanel? Coco Chanel. En dan hebben wij ook de Karl Lagerfeld. De Virtual Abloh van Off-White. En dan ben ik nu nog verder aan het unboxen. Komt in zo'n heel leuk doosje. Bij bestelling boven 200 euro krijg je een gratis mug. En die is nu allemaal aan het uitpakken. Louis Vuitton. Bij elke moed een koffiebeker in de ochtend. Maar ik kom niet kijken. Gucci. En dan de laatste. Welke mis ik nou nu? Yves Saint Laurent. Hermes. Hermes. Hoe leuk. Stippen. Heel leuk. Schat, kom eens kijken. Dat hebben we niet eens allemaal gezien. Huh? Dat hebben we niet eens allemaal gezien. Wij zijn vandaag de hele dag thuis. Omdat ik migraine heb gehad vannacht. Ik denk door alle stress rondom het coronavirus. Iedere winkel is natuurlijk lastiger nu. Iedereen moet weer zijn best doen. Gelukkig gaat het allemaal goed en komen we er wel uit. Maar ik denk ook dat het voor heel veel mensen even bijpoten is. En heel veel stress. Dus ik denk dat ik door de stress migraine heb gehad. Dus vandaar dat ik thuis ben. Wat heb ik aan? In quarantaine heb je alleen maar Reiners outfit nodig eigenlijk. Ik heb nu het hemdje aan van Antarctica van Reiners met de broek. En het vest is ook van Reiners, maar dit is een sample geweest. Dus die zit niet nu in de collectie, maar komt misschien ooit op stuk. Dus ik ben super blij met deze mok. Mag niet in de afwasmachine, hè, mop? Ja. Nee, dat is zonde. Oh, er staat gewoon je naam op. Kom eens hier. Waar? Kom eens hier. Mickey. Stinky, kijk nou. Stinky, kijk nou. Allemaal een mooie mix. Met papa ontworpen. Ja. Dan gaan we maar drinken. Kijk hoe leuk. Huh? Kijk hoe leuk allemaal. Huh. Mm. Heel, heel mooi. Ik heb een rugzak om. Heel mooi, liefje. Ik heb een rugzak om. Het is voor jouw rug. Om recht te zitten, omdat die continu achter de computer zit te werken. Ik denk wel dat dit mijn lievelings zijn, deze twee. Denk ik. Waar staan we nou aan doen? Hier. Ja. Overal. Oké, goed bewaren, niet laten vallen. Ga ik ze nu even in de kast doen. Die bewaren we ook allemaal, hè, al die doosjes. Superleuk! Nu wachten op de kleding. Dus jullie kunnen het nu bestellen op mikefederico.global. Eigenlijk www.mikefederico.global. En zodra ik de kleding ontvang, zou ik het voor jullie aandoen. Het allerleukste is dat ik alles gewoon had besteld online. Maar toen heb ik mijn geld teruggestort gekregen, omdat ik natuurlijk vriendin van ben. Maar goed, I support my babe always. En zijn eerste verjaardagscadeau is al binnen. Hij weet dit cadeau al. Ik heb heel veel verschillende cadeaus gekocht. Het zijn Yeezy slides in het green. Die heb ik al binnen voor zijn verjaardag op 13 april. Het is nu wat lastig om cadeaus te kopen aangezien alles dicht is. Dit keer ook op het binnen krijg ik nog een paar mooie schoenen heb ik besteld met Bo Berends overigens. En het derde cadeau weet Mike nog niet en die zit achter me, dus kan ik het later vertellen. Maar ook niet in deze vlog, want anders ziet hij dat natuurlijk. Oké, al die plastic dingetjes gooi ik wel weg. Alleen deze doosje bewaar. En de doos waar ik net zat. Oké. Over onze verjaardag. Ja. Ja, dat is zo. We snappen het. Alleen we worden 25. We hebben nooit zo groot gevierd als wat we toen wilden doen. We waren er al 4 maanden mee bezig om het helemaal te organiseren. Denk je, jeetje, wat een planning. Maar het was ook echt een groot alles in de tuin wordt letterlijk roze. Dus de muren, tot de heg, tot de grond, de partytenten. We hadden diepte erop. Outfits hebben we ook al. Mary-Louis heeft donuts. We hadden Maria Sweet Cake natuurlijk. En Hippie Parade die alles zou organiseren qua... Ballonnen tot bloesembomen van 4 meter hoog. Nou, het is echt een meesmal. Maar... wij denken dat we gaan het verplaatsen naar 6 juni. Dan is het een maand vertraagd. Maar dat vinden wij nog wel leuk om... nou, als stel dit hele crisis coronavirus voorbij is. Om het alsnog te vieren. En helemaal om het dan te vieren als we nog met jarig familie zijn. En ook gewoon op iedereen gezond. Dus gewoon ook gewoon het leven te vieren. Dus...
Dus we denken dat we gaan verplaatsen. Maar nu wachten we even 6 april af. En überhaupt hoe de situatie is. Maar gelukkig kan iedereen 6 juni, want alles is gecanceld. Dus die optie staat gelukkig nog. Maar op onze verjaardag zullen we echt wel een leuk fotootje maken. Maar dan niet in onze outfits denk ik die we aan zouden doen. We hebben namelijk super leuke outfits. Heel veel outfits. Zelfs de schoenen. En het is best wel wat geld gekost. En het is dus vol in het roze. Wat je ook misschien niet snel ergens anders aan doet. Nee, ook hetzelfde. Maar goed, dat komt eraan. Wij gaan lopend naar werk. Aangezien ik geen auto heb. En volgens mama in de auto geen 1,5 meter afstand kan houden. Dus dan lopen we naar mama om een stinkje af te brengen. En Mike gaat vandaag voor mij foto's maken in de fotostudio. Dat gaat vast goed komen. Hè? En dan ga ik weer naar huis. En ik ben nog steeds een beetje duizelig van mijn migraine. Ga ik thuis verder werken. Dat is een stiek. Oké, Mike en ik zijn bezig om foto's te maken voor de webshop. Chelsea is namelijk ziek thuis, Marie ook. En ik ben een beetje ziek, want ik had migraine. Dus we zijn nu deze hele leuke pakjes aan het fotograferen. En ik moet zeggen, Mike doet een hele goede job. Hè, Mop? Ja. Je snapt het meteen. Ik heb nog een paar outfitjes aan en dan kunnen wij weer... Verder. Oké, werken. Ja, oké. Shit, ik ga me omkleden. Hier komt ons huis. Hoe leuk. Oeh, look what we got. We hebben wel 200 nog wat moeten betalen om het binnen te krijgen. Maar dan hebben we ook wat. Stinky. Heb ik hem? Ik ga even schaar pakken, want die heb ik nog niet. Oké. Wij hebben een t-shirtje. Die is niet voor ons. We hebben besteld voor Theo. Kanye West hoodie. Een Coco Chanel t-shirt. Een Gucci t-shirt. Een hoodie van Karl Lagerfeld. En heb ik een Billie Eilish shirtje. Nog een Billie Eilish shirtje. En dan nog een Virgil Abloh hoodie. Woep woep. Ik ga het even allemaal aanpassen en aandoen. Nou, Stinky heeft het goedgekeurd. Stink. Die gaat meteen op de hoodie liggen. Dit is de Kanye West hoodie. Dit mooie kleur crème. Oh, ik ga dus alles aanpassen. Mike Frederico, de Mike Frederico hoodie. Say what? Draai eens op, schatje. Ik vind het jouw beeldig staan. Mike draagt nu de maat L. En we hebben allemaal verschillende maten gekocht, aangezien alles een beetje was uitverkocht. Dus het gaat van L tot XL tot XXL. Ik ga het natuurlijk nog leuk stylen, maar ik heb nu de Coco Chanel hoodie aan. Of hoodie, t-shirt, sorry. Oh, hier is het licht heel mooi. Coco Chanel t-shirtje in maat L draag ik, want ik hou het wel van oversized. Hoe trots ben ik dat dit gewoon mijn liefde is. Zijn eigen kledinglijn nu te bestellen op myfederico.global. Dus www.myfederico met een Q.global. En dan kan je altijd nog bestellen wat er nog is natuurlijk, want het gaat onwijs hard. En er is heel veel uitverkocht. Ik ga de rest even aanpassen. Vind je het doen, Stink? Oké, ik draag nu de hoodie met Karl Lagerfeld erop. Hoe leuk. Ik kan niet wachten tot ik eindelijk naar buiten mag. En is al deze setjes heerlijk te kunnen dragen. Maar nu kan ik het ook heerlijk thuis dragen. Heerlijke hoodie met Karl Lagerfeld erop. En dit heeft mijn liefde ontworpen. Hoe leuk. Kan jij Reiner staan? Dan kan ik jouw merk aan. Oh. Ja, kusje. Het ziet echt heel mooi uit, liefde. Is dat leuk, hè? Mwah. Trots op je. Kijk hoe mooi. Hoe leuk. Is Marie. Nou ja, dat is Marie besteld. Maar jij kan natuurlijk eentje houden als je die leuk vindt. Daar even over de nieuwe collectie van Mike. Ja, voor de meeste meisjes was het niet zo duidelijk. Maar Mike heeft dus een eigen kledinglijn die totaal in Azië het beheer van is. Dus heel veel meiden moesten inderdaad verzendkosten betalen doordat het naar Nederland kwam. En dat stond ook aangegeven, want er stond niet bij dat het vet included was. Dus ja, het is een beetje lastig, maar heel veel meisjes hadden dat dus niet verwacht. Die denken allemaal dat het een Nederlandse website is, maar het staat global, dus het is wereldwijd. Maar hij ontwerpt dus wel echt alles zelf? Hij ontwerpt alles zelf. Also, het is dus zijn kledinglijn en het is eigenlijk... doet hij alle designing en het ontwerpen en productie, et cetera, doen zij in Azië en in China. Dus hij levert gewoon de artworks aan, ook wat jij nu aan hebt. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel inspraak over hoe het design wordt. Dus eigenlijk is hij gewoon het creatieve brein, maar doet hij er verder niks mee. Maar ik ben onwijs trots op hem. Ik vind het super leuk dat ik zijn kleding momenteel kan dragen. En hij draagt ook Reiners kleding weer, andersom. Elkaar en... gewoon te sporten, ook in deze tijd. En hij is mega groot en hij is de nuchterste ever. En het is gewoon super leuk om samen toch wel hetzelfde werk te hebben, merk ik. Ik dacht eerst dat het misschien niet leuk zou zijn, maar hij houdt me helemaal bij. En ik had wat dingetjes besteld. De rest was heel lang heel uitverkocht. Dus kon ik zelf ook niet meer aankomen. Maar nee. We hebben wel wat items. En ik heb nu de Coco Chanel aan. In het Chanel logo natuurlijk. Ja. En we kregen ook heel veel de vraag over die mugs. Over die koffiemugs. Maar die kan je dus niet loskopen. Die krijg je bij bestelling boven de €200. Dus dat. En ik ben er heel blij mee. En ik ga het gewoon heel veel dragen. In combinatie met Rijn. Dus als jij me de laatste tijd vaker in Mike's kleding zit. Is het ook gewoon om een wijze trots ben. En te sporten natuurlijk. En te sporten. Dus als jullie het ook willen bestellen. Ik heb het al 100.000 keer gezegd. Maar www.mikefrederico.global. Nou.
Wij gaan nu even de winnares uitzoeken van de winactie. Is dat het lastigste om te doen? Ja, laat ze even weten. We will be right back. Oké, we hebben een meisje gevonden. Ik vond het erg moeilijk, dus don't beat the hard on us. We denken namelijk dat dit meisje haar verjaardag ook niet doorgaat, omdat ze binnenkort jarig zou zijn. En we willen haar ook gewoon eventjes dan ook een beetje opvrolijken deze periode. Want we samen een Reinersfeestje geven. Ik zal even haar tekst oplezen. Ze heet Bo Faro. En superleuke vlog, vind je zo knap. Ik zou het heel erg leuk vinden om een bikini te winnen, omdat ik bijna jarig ben. Ik geef ook een feest in teken van Reinders. Ik droom echt om even jullie een keer in te ontmoeten. Dus wij vinden dit een hele leuke. Ze heeft onder de vlog gereageerd. Tadaa. Dus neem even contact met ons op via de DM-bericht of via onze e-mail. En we denken ook niet dat jouw verjaardag is doorgegaan. Dus nee. Ja. Maar goed, er komen heel veel Reinersfeestjes aan. En wij kunnen voor iedereen een leuke videoboodschap inspreken. Dat doen wij ook al heel veel voor al die meisjes. Dus Bo Faro, gefeliciteerd. Met de winactie. En er komt weer snel weer een nieuwe winactie aan. Zo, be prepared. Yes. Ja, cool. Nou. Wij gaan nu naar buiten in de zon zitten. En nog even genieten van het mooie weertje. En dan weer vlug naar huis. Aangezien je niet te lang buiten moet blijven. Love Reiners.